De lol van magneetvissen is echt dat je de magneet het water in gooit en dat je voelt dat je wat hebt, maar dat je niet weet wat het is. Ja, of je hebt niks, dat gebeurt natuurlijk ook regelmatig, maar dat je het dan boven haalt en dat je dan erachter komt dat het meestal troep is. Maar soms zitten er ook echt hele leuke dingen tussen. Het is niet veel vandaag. De leukste dingen zijn wel een hangertje met goud en zilver erin. En er zat een heel klein magneetje in. Een iPhone 7, waarvan de achtergrondverlichting niet meer deed. Maar hij deed het zelf nog wel, want toen hebben we terug kunnen geven aan de eigenaar. Nadat hij 5 maanden in het water had gelegen. En ja, een geldkistje met €30 erin. Dat was ook leuk. Dat was echt een verrassing. Je moet er niet aan denken dat het een keer fout gaat. Dus ik denk dat het, nou ja, ik denk wel dat het verstandig is dat er mensen, nou ja, vooral kinderen denk ik, dat het lastig kan zijn als ze niet weten wat ze bovenhalen. Dat is misschien wel handig om het onder begeleiding te doen. Middeleeuwse handboeien! 2 maanden geleden is hier wel een mortiergranaat gevonden, echt zo'n joekel, en door een vriend van me. En die heeft gewoon netjes de politie gebeld en de ERD kwam erbij. Ze hebben het afgezet met een lintje en het is opgehaald tot ontploffing laten brengen. En toen hoorde ik later van iemand op Facebook die mortiergranaat al eerder heeft opgevist, maar het niet heeft gemeld en hem vervolgens gewoon terug heeft gegooid. En dan denk ik dus, ik moet er niet aan denken dat er dan kinderen komen en die mortiergranaat opvissen. En gewoon, ja, dat daar iets ergs mee gebeurt. En ik denk dat dat iets is wat kan gebeuren als het verboden gaat worden, want dan kunnen we het niet meer melden. Want op het moment dat je dan iets meldt, moet je al toegeven dat je aan het magneetvissen bent geweest. En ik denk, kijk, zolang als het gewoon legaal blijft en magneetvissers gewoon zich netjes gedragen, troep opruimen en het melden, dan is er niks aan de hand.